hem wel te pakken krijgen. Want volgens mij, groeit zijn ei op een gegeven moment wel terug. Als je niet snel genoeg bent. Oh mijn hemel! Sinds wanneer is hij zo snel? Hey, hoe is het internet? Dit is Koen hier, a.k.a. Phoenixstar. Tof dat je kijkt naar een gloednieuwe Mario-serie op het kanaal. Het is zo lang geleden sinds ik voor het laatste Mario-game met jullie gespeeld heb. Dus het leek me wel gewoon even leuk om hiermee aan de slag te gaan. Dit is Mario Galaxy 2, een van mijn meest favoriete Mario-spellen aller tijden. Komt ontzettend dicht in de buurt van Super Mario World, van het zijn van mijn meest favoriete Mario-game aller tijden. We gaan dit spel gewoon even lekker spelen en we gaan hem afmaken ook, op video. We gaan er gewoon een hele toffe serie van maken, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook, laten we gewoon een nieuw icoontje aanmaken. Een gloednieuwe profiel, een gloednieuwe avatar, een gloednieuw begin, een gloednieuwe... We gaan gewoon beginnen. Mario Galaxy 2 is een game die uiteraard gespeeld wordt op de welbekende Nintendo Wii. Het is überhaupt een hele lange tijd geleden, volgens mij, sinds dat ik voor het laatste Nintendo Wii game heb gespeeld op het kanaal. Geen idee eigenlijk. Maar goed, we gaan gewoon aan de slag met deze fantastische game. Would you like to share some cake while we watch the shooting stars? Mimi at the castle, Peach. Echt gewoon elke 3D Mario game gedraaid om een freaking taart. Mario 64 geeft taart, Mario Sunshine... Ik dacht dat Mario Sunshine ook ging om een taart, maar dat weet ik niet meer zeker. Super Mario Galaxy 1... Daarentegen niet, dacht ik. Maar dat kan ook normaal volledig naast zitten. Ik heb dit spel al heel erg lang niet meer gespeeld, dus ik moet eigenlijk gewoon weer even kijken hoe het allemaal gaat hier. Uiteraard spelen we in het spel als Mario. Ik vind het sowieso... Mario Galaxy 2 heeft sowieso al een hele mooie opening van het verhaal. Ik bedoel, moet je kijken. Het is net alsof we een freaking boek aan het lezen zijn hier al. We maken kennis met deze maffe Master Luma. Die ons de kracht geeft om heel erg snel in de ronde te draaien. Alsof we, ja weet ik veel, freaking ballerina's zijn of zo. Ik weet tot op de dag vandaag nog steeds niet echt wat het moet voorstellen. Maar het is in ieder geval ontzettend tof dat we deze kracht hebben. Shake to spin. Ik weet hoe dit werkt. Ik heb dit spel vaker gespeeld. Dit eerste level is eigenlijk gewoon een hele simpele manier om gewoon eventjes... de spelers een beetje een idee te geven van hoe de controls werken in deze game. Uiteraard kun je in de tussentijd ook allemaal gouden muntjes en starbits verzamelen. Over starbits gesproken. Er is momenteel in de Mario community een hele bijzondere trend gaande. Hier gaan we opeens in de 3D dimensie. Dus hier kunnen we alle kanten oprennen. Dus dat is vet natuurlijk. In de... afgelopen tijd zijn er heel erg veel mensen geweest die hebben video's gemaakt waarin ze een hele rare challenge aangaan. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die hebben uitgeprobeerd of dat ze een bepaalde Mario game kunnen uitspelen zonder starbits te verzamelen en alle starbits te verzamelen, bijvoorbeeld in dit geval dan. En dat heb ik al met allerlei verschillende games gezien. Mario 64 was het volgens mij gedaan. Super Mario 3D World werd dat ooit eens een keertje mee gedaan. En uiteraard ook Mario Galaxy 1 en Mario Galaxy 2 waren niet veilig voor deze challenge. Het is een hele interessante challenge. Ik heb het nog niet eerder gezien dat er zoveel mensen die challenge aan is gegaan. En sowieso, wie verzint er nou ooit om zo'n challenge te doen in the first place? Ik dacht dat het best wel een heel erg interessant iets is om even te benoemen. Want het is niet iets wat je alledaags tegenkomt, zeg maar. Of in ieder geval wat we voorheen allemaal zijn tegengekomen. Zeg maar, ik denk dat het gewoon een beetje het punt is van... Ja, mensen die kennen inmiddels wel de Mario spellen. Mensen weten inmiddels wel hoe het spel normaal gesproken gespeeld wordt. Zeg maar, normaal gesproken is Mario, vooral Mario Galaxy 1 en 2. Het draait voor het merendeel om het verzamelen van starbits en powerstars. Want ja, die heb je vooral de powerstars heb je nodig om het spel uit te kunnen spelen. Maar, wat het ding een klein beetje is met het verzamelen van starbits, die heb je ook tot een bepaald niveau nodig om
het spel 100% uit kunnen spelen. Want er zijn bepaalde sterren die je alleen kan bereiken als je alle starbits hebt verzameld in één level. Dat maakt Mario Galaxy... Als dat je een challenge aan wil gaan waar je alle Power Stars wilt verzamelen zonder starbits... Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke challenge om te doen. Volgens mij zijn er ook mensen die dat hebben geprobeerd, hoor. Het zal me niks verbazen als er mensen zijn die dat hebben geprobeerd. Maar tegenwoordig proberen heel veel mensen allerlei rare shit te doen om even een Mario game uit te spelen. Dit is overigens het huisje van Yoshi waar we momenteel bij staan. Ik kan het wel even laten zien. Maar Mario Galaxy 2 introduceert er een ontzettend tof personage. Yoshi is terug in Mario Galaxy 2. Dat vind ik sowieso al heel erg tof. Dat Yoshi weer een prachtige combat maakt in deze game. Oh shit, er zit daar in dat kooitje. Als het goed is, een 1-up. Ja, een 1-up zit daar. Die kunnen we alleen bereiken als we door die oranje buis gaan. Dat is zich best wel een heel erg interessant iets, denk ik. Geen idee eigenlijk. ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die het pittig vervelend vonden, though. Dat je puur en alleen om deze freaking one-up, zeg maar. Je kan hier ook niet uitspringen. Dat is het meest vervelende. Je moet, zeg maar, gewoon heen en weer rennen en springen en bluh. Om maar eventjes verder te kunnen gaan in de game. Ik ga niet alles verzamelen wat er in dit spel te vinden is. Ik ga wel proberen zoveel mogelijk Power Stars te verzamelen. Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait natuurlijk. Je moet op een gegeven moment wel zoveel mogelijk Power Stars verzamelen om het spel überhaupt uit te kunnen spelen. Maar ik ga niet het spel 100% uitspelen. Dat niet. Dat wordt me een beetje te gek. Al lijkt het me wel lachen om de Perfect Run uit te proberen in dit spel. Heel veel mensen schijnen heel erg veel moeite te hebben met de Perfect Run. En er zijn ook mensen die het level in één keer hebben uitgeprobeerd. Of uitgespeeld, sorry. De Perfect Run is een level waar je, ja, een perfecte run moet hebben. Je krijgt slechts één leven waar je in een ander level, in een normaal level als deze, krijg je zo'n 3 levens. En de Perfect Run krijg je er maar eentje, zeg maar. Dus ja, als je 1 keer geraakt wordt, dan ben je al dood. 1 keer geraakt worden en je bent je progressie kwijt die je had in het level. Lang verhaal kort, ga gewoon niet dood in de Perfect Run. Het is super, super zonde als je dat voor elkaar krijgt. Maar dat wordt dus beschouwd als een van de moeilijkste Mario levels aller tijden. Ik heb het level zelf nooit gespeeld. Waarschijnlijk ook omdat ik gewoon een beetje te slecht ben in Mario spellen. We gaan in ieder geval even naar dat eilandje hier. Want daar kun je namelijk extra starbits verzamelen en levens. Levens zijn ontzettend belangrijk in deze Mario game. In eigenlijk elke Mario game zijn levens ontzettend belangrijk. We veranderen onszelf wel eventjes in regenboog Mario met regenboogster. Het is ontzettend gaarig om even dit spel weer een keer te gaan spelen. Ik heb het spel sowieso al heel erg lang niet meer gespeeld. Dus het is wel even leuk om het gewoon weer even voor de grap te doen, zeg maar. Denk ik dan. Wat zeg maar ook weer het leuke is aan het verzamelen van Power Stars, is dus dat je veel verder kan komen in de game. Maar er zijn ook bepaalde galaxies die je alleen kan bereiken als je bepaalde hoeveelheid aan Power Stars hebt verzameld. En er zijn ook galaxies van je alleen bij kan komen als je een bepaalde hoeveelheid aan starbits hebt. Waar had ik het trouwens ook alweer over? Ik ben het compleet vergeten. dat gaat alweer gewoon hartstikke goed. Hop! Ik vond het hele concept aan de game... Ik heb Mario Galaxy 2 ontzettend veel op YouTube gezien. Mario Galaxy 1 ook trouwens. Ik heb heel veel video's gezien toen ik nog een klein jochie was van 7. En toen ik YouTube nog net had ontdekt en zo. Ik had ontzettend veel walkthroughs gezien van Mario Galaxy 1 en 2. En ik vond het hele concept van de game al heel erg interessant. Super Mario in de ruimte? Ja, yeah, fuck yeah. Dat wil ik zien. Dat wil ik spelen. Weet je wel? En toen ik de game daadwerkelijk ooit eens een keertje... Ik had heel laat pas een Nintendo Wii. Ik kocht mijn Nintendo Wii pas toen ik... Wat, iets van 11 of 12 jaar was of zo. Ik had een Nintendo Wii in ieder geval al heel laat. Het was al gereleased in 2006, geloof ik dat het was. Ja, 2006. En de Nintendo Wii had ik, zeg maar... Ik had er gewoon geen geld voor en dat soort dingen.
Ik was zeg maar gewoon nog te jong om een redelijk goed baantje te krijgen en dat soort shit. Lang verhaal kort, ik had er gewoon geen geld voor. En mijn ouders waren ook zeg maar nog niet bereid om mij zo'n duur cadeau te geven als een Nintendo Wii. Dus ja, that's pretty sad actually. Maar uiteindelijk heb ik dus wel gewoon een Nintendo Wii kunnen kopen van mijn eigen geld. En uiteindelijk heb ik dus ook voldoende geld bij elkaar weten te sparen voor deze game. En ik ben tot op de dag vandaag nog steeds hartstikke blij dat ik die Nintendo Wii ooit eens een keertje gekocht heb. En dat ik dit spel ooit eens een keertje voor de Nintendo Wii heb gekocht. Want dit is gewoon een geweldige game. Als dat je een Nintendo Wii hebt en je hebt dit spel niet in je bezit, ik raad je aan om het spel ooit eens een keertje te gaan kopen. Als het goed is kun je de game nog redelijk goedkoop krijgen ergens. Misschien op een marktplaats of zo dat je dit spel redelijk goedkoop kan krijgen. Want het is gewoon... Het is wel een game die je moet hebben, zeg maar, als je een Nintendo Wii hebt. Vind ik zelf dan. In ieder geval, we komen aan bij de allereerste boss fight. Dit is, ik geloof dat het Peewee Piranha was, dat die heette. Ik weet het niet meer zeker. Maar, ja, dit is eigenlijk gewoon belachelijk easy. Het is, echt de eerste boss in de hele game. Dat merk je wel, want het is ontzettend simpel. Het is gewoon de bedoeling dat we deze bitch eventjes van achteren pakken. Oké, dat klonk heel erg vreemd. Maar het is zeg maar de bedoeling dat je zijn ei kapot slaat en hem dan eventjes een flink pak rammel op zijn kont geeft. Als je dat lukt, dan heb je de boss al gewonnen, zeg maar. Daar komt het ongeveer op neer. Maar moet je wel niet doodgaan, dat sowieso. En je moet ook maar eens wel even proberen om achter hem te komen. Maar volgens mij, hij blijft zo rondrennen. En op een gegeven moment is de bedoeling dat je hem wel te pakken krijgt. Want volgens mij groeit zijn ei op een gegeven moment wel terug als je niet snel genoeg bent. Oh mijn hemel! Sinds wanneer is hij zo snel? Wauw. Dat was zoveel moeilijker dan dat ik verwacht had. Of tenminste dat ik gewend ben. Normaal gesproken is deze boss niet zo heel erg snel. Waarom nu opeens wel? Dat slaat toch helemaal nergens op? Maar goed, dat is dus Peewee Piranha. You got a star. Ik weet het. Maar goed, dat is dus een beetje de bedoeling van Mario Galaxy. Waar had ik het ook alweer over? Ik zeg opeens, dat is zeg maar de bedoeling van Mario Galaxy. De bedoeling van Mario Galaxy is gewoon vrij simpel. Verzamel zoveel mogelijk Power Stars en versla Bowser aan het eind van de Galaxy. Want Bowser heeft, verrassing, Peach weer ontvoerd. En die moeten wij uiteraard zien terug te krijgen. Oh ja, hier komen we dan uiteindelijk op het spaceship van Mario. Spaceship Mario of zo. Of Mario Ship, hoe dat freaking schip ook heet. Wat het ding is, zeg maar, in deze Mario Galaxy reis je daadwerkelijk door de ruimte op een ruimteschip. In Mario Galaxy 1 had je een observatorium waar je alle galaxies kan gaan zien en ook daadwerkelijk kan gaan reizen naar alle galaxies vanaf daar, zeg maar. In deze game is dat dus niet zo. Je hebt een spaceship waar je op zit en waar je voorlopig ook even op woont. Zeg maar. Ja. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. That's right en yes is allebei hetzelfde antwoord, zeg maar. Dus het kan zo, hoppakee. En ik word ik sowieso al heel erg... tof vind is dat ze... Power Stars hebben ze zeg maar nodig als brandstofbron. En je ziet wat er van komt als dat je... de Power Stars daadwerkelijk als fuel gebruikt. Luba's crew rebuilt the spaceship to look just like Mario. Dat vind ik zo mooi. Ik vind dit zo mooi om te zien. Har har. Ik vind het ontzettend mooi om dit te zien. Nu kunnen we dus rond gaan kijken op dit ruimteschip. Als we zouden willen. En dat kan op zich wel. Dat gaan we gewoon even doen. Oh, in de tussentijd vallen ook allemaal starbits als het goed is naar beneden. Die we ook kunnen gaan verzamelen. Hij is ook eigenlijk, als dat je erover nadenkt, Mario is best wel heel erg egocentrisch. Hij heeft ook, volgens mij had hij een enorm stambeeld of zo in de Mushroom Kingdom. Hij had in ieder geval in New Super Mario 2 had hij in ieder geval een gouden beeldje van zichzelf.
Als je, zeg maar, de miljoen munten verzamelt in dat spel, dan krijg je een gouden standbeeld van Mario zelf, zeg maar. Dat is wel geinig. Wat hij zeg maar ook heeft, is hij heeft zijn eigen eiland in Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, heb je een heel eiland voor Mario alleen, zeg maar. En daar heeft hij een heel standbeeld van zichzelf laten maken. Dat is ontzettend egocentrisch van hem. En hier is die wereld met zijn enorme ego. Met Spaceship Mario, zeg maar. I don't know, ik vond het een leuk feitje. Ik zag het ooit eens een keertje in een YouTube video van Nico Barbecue. Dat is een gast die heel erg veel video's maakt op over Nintendo spellen. Voornamelijk heel veel Mario. In ieder geval, de game die zegt tegen ons, yo, misschien moet je even Good Egg Galaxy bezoeken. Dan kun je daar namelijk de volgende Power Star vinden. Nou, ik vind het helemaal prima. Dat gaan we zeker weten doen. Maar ik denk dat het eerst even een goed idee is als we Sky Station Galaxy nog een keer gaan bezoeken. Want dat is namelijk de galaxy waar we net Pee-wee Piranha hebben verslagen. En daar is nog steeds een Power Star die mist. Dus daar wil ik als eerste wel even naartoe. En dan gaan we naar Good Egg Galaxy. Of Good Egg Galaxy? Hoe heet deze galaxy? Yoshi Star Galaxy. Sorry. Dus dat gaan we eerst doen. En dan zien we Yoshi later wel.